Goedemiddag, mijn naam is Bert, namens mijn collega's Patricia en Aline heel erg welkom op ons webinar over communicatie in de zorg. Mensen die ons wel langer volgen, die weten misschien dat wij regelmatig onze verhalen delen met onze achterban of mensen daarbuiten. Voorbije jaar was er bijvoorbeeld op staaien, aan het voetbalterrein of in het Cosmo Café, een tapas en een drankje erbij. Nu dit jaar, zoals jullie aan mijn haarsnit merken, zitten we in volle coronaperiode. Dus hebben we onze toevlucht genomen tot de eerste webinarreeks in de historie van EDRT. En heel fijn dat jullie erbij zijn vandaag. Ik zei juist al welkom ook namens mijn collega's Patricia en Aline. Patricia is de oprichter van EDRT, meer dan 25 jaar geleden ondertussen. En zij gaat zo dadelijk iets vertellen rond branding. Daarna neem ik eventjes het woord om het vervolgens door te geven aan Aline. En Aline is onze jongste vennoot en expert in digitale marketing en HR-communicatie. Dat zijn ook de dingen waar zij iets over zal vertellen. Terwijl ik zelf het eerder over het content marketing stukje ga hebben. Nog heel kort, een beetje situeren. Doelstelling van vandaag. Het is niet zozeer de bedoeling om dingen te gaan aanhalen die iedereen al lang kent. Dat is denk ik iets waar jullie niet veel aan hebben, wij ook niet. Dus er zijn heel veel zaken die al ingeburgerd zijn, maar die basic zijn, waar we het niet over gaan hebben. Maar het is ook niet de bedoeling om super futuristisch te zijn en om te gaan praten over AI of over VR. Dat zijn dingen waar uiteraard mee wordt geëxperimenteerd. Het zijn ook zaken die we uiteraard wel opvolgen. Maar het is nog niet courant in de zorgsector op dit moment om er al heel veel gebruik van te maken. Waar wij ons vandaag op gaan focussen is eigenlijk wat gebeurt er momenteel? Wat gebeurt er momenteel in de zorgsector? En hoe kunnen we eigenlijk die trends die momenteel leven toepassen naar 2021 toe? Nog een paar praktische dingen vooraleer we starten. We hebben ervoor gekozen om eigenlijk het webinar te presenteren met een beeld en onszelf ook in beeld. Om toch nog iets of wat het gevoel te hebben van persoonlijk contact. Dus om het webinar zo goed mogelijk te volgen, is het aan te raden om rechtsboven in uw venster de speaker view aan te klikken. Dan hebben jullie eigenlijk de beste visuele weergave. Naar vragen toe. Moesten er vragen opborrelen tijdens het webinar? Spaar ze nog heel eventjes op. We zijn vandaag een beetje met een niche groep, dus we zijn niet zo talrijk als dat we de voorbije keren waren. Toen we het meer hadden over B2B, B2C, was heel breed, vandaag heel specifiek rond zorg. Dus iedereen zal de tijd krijgen na afloop van het webinar om zijn of haar vraag te stellen. En als het niet te moeilijk is, zullen we ook ons best doen om ze goed te beantwoorden. En de laatste vraag naar jullie toe is om even collectief te muten. We willen een beetje vermijden dat er krijsende baby's of blaffende honden af en toe het geluid verstoren. Maar vooral willen we een beetje bandbreedte sparen om ervoor te zorgen dat jullie op een optimale manier het webinar kunnen meevolgen. Voilà. Zover de intro. Ik stel voor dat we er dadelijk in vliegen en ik geef daarom graag het woord aan mijn collega Patricia die het gaat hebben over branding. Goedemiddag. Branding, dat is eigenlijk het inhoudelijk en visueel profileren van uw merk, zodat het uniek is en opvalt en zodat je je onderscheidt ten opzichte van je concurrenten. Een merk, dat is eigenlijk altijd een associatie met jezelf. Als oprichter, als medewerker of als klant. Hè, wat het allerbelangrijkste is. Een merk is ook altijd in beweging. Eigenlijk net zoals jij zelf ook altijd in beweging bent. Vandaar is het belangrijk dat merk je soulmate blijft in de hele cyclus. Dat je klant bent of medewerker. Vandaar dat een merk je eigenlijk altijd, dat het altijd moet met je blijven meegroeien, je ontzorgen, je verrassen en blijven inspireren. Dat is eigenlijk de kunst om een merk actueel te houden en boeiend. Wat de visuele branding betreft, heb ik eigenlijk goed nieuws. Alles kan eigenlijk. Zolang het maar jouw persoonlijkheid benadrukt. Het is een beetje zoals in de mode. Eigenlijk zijn alle stijlen bijna in.
Maar ze moeten de persoon uniek brengen. Hè? Je eerste indruk is belangrijk, dat hele verhaal. Dus persoonlijkheid benadrukken en durven kiezen voor een creatieve branding is belangrijk. Er zijn uiteraard momenteel een paar trends die je duidelijk ziet opduiken. Een grote trend, en dat is dat durf je onderscheiden, die creativiteit, die nieuwe imago is. Vroeger droegen mensen een merkjas en dan hadden ze een imago. Nu is het eigenlijk eerder tonen waarin jij anders bent en waarmee jij opvalt. Denk maar aan het bakken van dingen die mensen nu zo graag op social media tonen. Daar vallen zij in op, daar zijn zij uniek in. En zo is het net hetzelfde met een merk tegenwoordig. Wat we wel kunnen zeggen, we zien duidelijk een paar trends die opvallen, terugkomen. Zoals de gradients, dat heeft te maken met de online branding die heel populair geworden is. En hier hebben we een voorbeeld van de Hasmogosse Design Maand. Je ziet daarin perspectief en eigenlijk de gradients die hier opvallen en de aandacht trekken. Een ander trend is de geometrische vormen. Die zijn tijdloos, maar die zijn ook zo creatief en die geven zo oneindig veel mogelijkheden in toepassingen achteraf. Hier een mooi voorbeeld met geometrische vormen is het logo van woonzorgcentrum Villa Rosa. Dit is eigenlijk het is een gestileerde roos, maar je ziet met heel veel creativiteit. Hier kan een kerstboom mee gebouwd worden, een glas om te toosten, nieuwjaar. Maar ook heel leuke iconen, dat gaan we straks ook zien, om aan employer branding te doen. Dus hier kan men heel creatief mee aan de slag. Een andere trend is line art. Tekenen, getekende, handgetekende dingen. Het logo van Grow For It, mensen die aan coaching doen, is zo een voorbeeld van line art. Maar evengoed, childrencancer.be, hier is de nationale website waar alles verzameld wordt rond kinderkanker. Je ziet, het is echt met lijnen opgebouwd en die lijnen, ga je straks zien, kunnen ook heel mooi terugkomen op foto's achteraf. Dus ook een voorbeeld van branding met line art. Iets uit de jaren 70, de psychedelische periode, en dat zijn patronen. Patronen zijn erg gegeerd op goodiebags, op cadeauverpakkingen, op, laten we zeggen, fiches om opleidingen te geven of dergelijke. Het maakt alles zoveel vrolijker en aangenamer. Hier zie je een voorbeeld van Groeilabs, een organisatie die opleidingen geeft voor sociale ondernemers. Het is een heerlijk patroon. Het is eigenlijk in het logo zie je een stoeltje en een tafel. En dat stoeltje en tafel geeft oneindige combinaties. Bij een uitnodiging schuiven we het stoeltje eventjes open en zo. Dus heel veel mogelijkheden. En dan ook niet weg te denken uit onze beeldcultuur zijn natuurlijk de illustraties. Hier zie je een mooie campagne die we ooit gemaakt hebben voor het OCMW Genk eigenlijk. Geluksbrengers gezocht, dat waren eigenlijk vrijwilligers. Maar met illustraties is dat heel tof, hoef je niet te stigmatiseren. En iedereen voelt zich daartoe aangesproken. Foto's zijn dan weer zijn iets concreter. Maar bij deze beelden, illustraties, voelt iedereen zich aangesproken. Hier zien we een voorbeeld van IT Medical, ook op de website waar zij eigenlijk werken met mooie illustraties om hun producten en diensten bekend te maken. En dit is dan een mooi voorbeeld van pre-branding. Ja, jullie zitten in de zorg, maar in de zorg bouwt men ook veel nieuwe gebouwen of renoveert men gebouwen. En dit is natuurlijk een mooie manier om aandacht te trekken voor je project. Het was hier nu wel voor een privéprojectontwikkeling. Maar we doen aan pre-branding. We werken samen met een kunstenaar, Tom Herk, in dit verhaal. En hebben een reuze grote graffiti laten aanbrengen. En nog voor het project eigenlijk gelanceerd zijn, creëren we beleving en trekken we aandacht op onze projecten. Ook in, en heel creatief, en waar je zelf mee aan de slag kan, een collage maken.
Dat kan een samenstelling zijn. Hier is het nu voor fit en gezondheidscentra in Fralinje die een actie doen met beleefbonnen. En ja, je ziet dat de belevingen, een koffieervaring, boeken, de dierentuin bezoeken. Dus al die belevingen hebben we hier eigenlijk visueel hebben we een collage van gemaakt. Het is een surrealistisch beeld. Maar daar kan je heel creatief mee aan de slag en trek je heel veel aandacht mee. Een van mijn stokpaardjes, typografie. Ze spreken ook wel van typografische gekte, dat men verschillende lettertypes door elkaar gaat gebruiken. Maar daar ben ik persoonlijk niet altijd fan van. Ik vind dat je net met jouw eigen typografie, jouw eigen huisstijl, heel creatief aan de slag kan door je letters eens op andere manieren te plaatsen of door ze te verweven tussen foto's. En zoals hier voor deze voorstelling van Lies Cerdons, een danschoreograaf, The Missing, hebben eigenlijk de typografie, de letters hebben hier heel veel aandacht gekregen. Het is ook nog een heel leuk voorbeeld van creativiteit, het nieuwe imago, niet alleen met de typografie, maar het feit dat dit project eigenlijk dansvoorstellingen, dus partners heeft in de bouw, in de communicatie, in de energiewereld. Dus men ziet ook verplaatsingen van partnerships. Dus daar zie je ook, mensen voelen zich nu aangetrokken tot creatieve partnerships. Vroeger was dat bijvoorbeeld uitsluitend voetbal, maar cultuur komt meer en meer aan bod. Neon is ook erg in. Ik heb een voorbeeld gewoon genomen van de apotheek, hè, waar we zien, ja, die zijn daar nog gekend voor. We hebben een tijdje heel veel lichtbakken zien terugkomen. Maar ik moet zeggen, neon heeft zoveel meer sfeer. Zowel vind ik, het heeft een nostalgisch gevoel, maar evengoed ook iets innovatiefs. Dus ik zou zeggen, als je aan uithangborden denkt of zo, denk zeker aan neon. Metallics zijn in de zorgsector, moet ik zeggen, dat we dat heel weinig terugvinden. Maar het kan. Hè? Ook jullie kunnen gebruik maken van metallics. Het zal al eerder eens gebruikt worden ter gelegenheid van een feestelijk iets. Maar evengoed zou een zorginstelling of een zorgbedrijf gebruik kunnen maken van metallics. Hier zien we nu een voorbeeld van de stad Sint-Truiden. Naar aanleiding van COVID hebben zij een vergeet me niet momentje georganiseerd. En daar is dan goudfolie gebruikt in dit design. En hier dan I Am Clean, 100%, twee make-up merken van Caroline op natuurlijke basis. Wat hier opvalt is dat zij gebruik maakt van metallics, terwijl ze toch ook duurzaamheid verkondigt. Dus hier krijg je eigenlijk een speciaal combinatie. Iets wat niet zo iets duurzaam zou je eerder in groene tinten gaan zetten of bruine tinten. Maar hier wordt mooi gecombineerd met metallics en dan kan je wel van een trend spreken. Ook gewone foto's onderscheiden je al. Als je gekozen hebt voor een heel chique, aparte stijl, look en feel van fotografie, dat hoort natuurlijk ook bij branding. Creëer niet de beelden die iedereen creëert, want dan val je ook minder op. Kies een specifieke stijl. Maar wat ook kan helpen, is toepassing van typografie, illustraties op je foto's. We hebben straks het logo van Children Cancer gezien. Hier zie je nu hoe mooi die O, die CH van Children Cancer hierin verwerkt wordt. Dat geeft, het is eigenlijk misschien een beeld wat anderen misschien nog zullen gebruiken, maar zo maak je het wel meer eigendom van jouw persoonlijkheid. En hier iets voor goede doelen. De Koning Boudewijn Stichting vroeg ons toen om dit te visualiseren. Een campagne om zoveel mogelijk mensen zich te laten inschrijven op de goede doelen. Hier zie je ook mooi een combinatie van fotografische muizen en dan tekenstijl er rond gebruikt. Fluo ook in. Idiarte heeft fluo in zijn communicatie om aandacht te trekken, maar ook om onze passie te tonen. Maar ook fluo is een van de trends. En hier zie je een combinatie van line art en fluo voor onze nieuwjaarswens voor het jaar. Dus zelf dingen creëren is heel belangrijk en wordt door mensen geapprecieerd.
Een andere trend waar we helemaal niet meer langs kunnen kijken, hè, elke dag als je social media opent, hè, de magie van het bewegend beeld. Hersenen verwerken beelden sowieso veel sneller dan teksten. Als dat dan nog gaat bewegen, dan gaan onze emoties oplopen, we gaan meer aandacht schenken en de herinnering aan het product of dienst gaat verhogen. Op die manier. Nu zien we een filmpje van het Sint-Trudo ziekenhuis. Een animatiefilmpje eigenlijk, om een nieuwe structuur bekend te maken. Eerst was het een heel dik boek en dan is het omgezet in een heel toegankelijk filmpje met animatie. Dan ook nog een mooi visueel beeld. De zonnezorgers. Dus hier zie je... De zonnezorgers, eigenlijk de elementen kijken, kunnen, durven en doen, zijn opgebouwd uit elementen die heel mooi geanimeerd kunnen worden. Het is ook van het zorgbedrijf van Sint-Truiden, zonnezorgers. En hier zien we dan snackable video's, noemen wij dat. Hè. Er gebeurt, het is van It's You en er gebeurt allerlei magie. Hè. Je ziet, ze giet en het plantje groeit. Dus magie en beweging online is heel belangrijk. Hier zien we dan een... Ik werk erbij gezet omdat ik zo veel werk en altijd beter samenwerken. Ik werk graag met oudere mensen. Dit is een, was ook een mooi voorbeeld van eigenlijk getuigenissen, hè? Ook weer video, bewegend beeld. En het was ook nog eens een voorbeeld van een mooie inclusief campagne. Inspiratie over werkbaar werken. Wacht, ik ben eventjes... Sorry, hier... En dan geef ik nu nog even een woordje uitleg over inhoudelijke branding. Visueel is vanzelfsprekend. Mensen gaan denken aan een logo of een mooi beeld bij branding. Maar inhoud is zeker zo belangrijk. Creative thinking creates een nieuwe wereld. Ga creatief denken in een brainstorm sessie waar je helemaal als out of the box gaat. Ga origineel associaties maken van tegenstellingen. Ga je dienstproducten vergelijken met dieren, landen, noem maar op. Betrek je medewerkers in productieprocessen of processen in service die vastzitten. Maar ga echt samen met mensen van alle lagen binnen het bedrijf aan creative thinking doen. Want zo kan je eigenlijk nieuwe services of diensten verbeteren of ontwikkelen. Dat is ook weer dat verhaal van die creativiteit die het nieuwe imago is. Dus dat past daar ook weer mooi in. En dan een warme tip. Verbinding zorgt voor emotionele groei. Als bedrijven gaan samenwerken, partners gaan nemen of intern samenwerkingen gaan stimuleren, dan krijgen we alleen maar branding of producten met veel meer emotionele meerwaarde. Dit is eigenlijk een mooi voorbeeld bij het zorgbedrijf van verbinding. Tijdens de COVID-periode zijn eigenlijk de kinderverzorgsters, er waren heel weinig kinderen toen, en die hebben zich omgeswitcht naar oudere verzorgers. Ja, dat vind ik een heel mooi voorbeeld van verbinding. Verbinding is trouwens, of verbondenheid, is het basisgevoel van een mens om zich goed te voelen volgens motivatiepsycholoog Mark van Steenkisten. Dus hier zie je hoe belangrijk het is om intern verbindingen te leggen, maar ook extern met partners en leveranciers. Nog een voorbeeld van interne verbinding. Het zorgbedrijf bracht een menuboekje uit. Wel, het menuboekje is niet door een of andere bekende kok gemaakt. Nee, nee, door de bewoners zelf, die hun fantastische recepten hebben gedeeld, waar waarschijnlijk ook nog nostalgie in zat, maar ook heel veel vernieuwing. En dat is een mooi voorbeeld van samenwerking. En hier is een
voorbeeld, een paar weken geleden van Ideaartje zelf, zaten wij met een klant die een lasertechnologie doet samen en die allerlei metaalproducten construeert. En zeiden we van, ja, wij designen, jullie creëren mooie dingen uit metaal. Kunnen we toch eens samen iets creëren? En ineens, het was de eindejaarsperiode, kwam eraan, hadden we het mooie idee om een vuurkorf te creëren. En we zijn er zeker van, wij zijn verbonden, maar rond die vuurkorf gaan er nog veel meer mensen verbinden. En dan geef ik nu graag het woord aan mijn collega Bert over content marketing. Goed, ik denk als we een jaar of 10, 20 teruggaan in de tijd, dat er misschien over marketing binnen de zorg nog veel minder gesproken werd. De jongste jaren zien we heel duidelijk dat ook zorgorganisaties eigenlijk voor een stukje concurrentieeler worden. Ze moeten ook strijden om de aandacht van hun klanten, als je het zo mocht noemen. En het is eigenlijk niet meer zo dat we zomaar eenzelfde huisdokter hebben vanaf we geboren worden, was we sterven, of dat we zomaar, zonder na te denken, altijd naar hetzelfde ziekenhuis bijvoorbeeld gaan. We worden eigenlijk allemaal consumenten, ook op vlak van de zorg. En dat maakt dat als zorgorganisatie er ook kansen liggen en het ook nodig is om zelf u te gaan marketen. En content marketing is daar op dat gebied een mooie kans toe. Eerste trend voor een stukje in die content marketing schuilt in de PR. Ik denk dat de jongste jaren er heel veel zorgorganisaties op een heel erg goede manier met de pers gecommuniceerd hebben. Dus het PR-bedrijven aan zich is geen trend, denk ik. Wat we wel merken is dat er eigenlijk twee soorten communicatie zijn binnen die PR. Ik denk aan de eerste kant zijn er zorgorganisaties die heel erg focussen op het klinische, op het financiële aspect van een bepaald nieuws, die eigenlijk heel erg van binnen naar buiten gaan communiceren. Gaan communiceren op een manier waarop zij het zelf ervaren. Dat is natuurlijk voor een stukje minder efficiënt, want het gaat veel minder herkenbaar zijn voor mensen. Mensen gaan het misschien het klinische niet helemaal vatten en ze gaan ook minder emotie voelen wanneer je zo'n technisch, wetenschappelijk, klinisch verhaal aan de man of aan de vrouw brengt. Een betere optie, en dat is iets wat ik toch wel vaak zie gebeuren ook binnen de zorg tegenwoordig, is eigenlijk om een nieuwigheid te gaan koppelen aan een heel persoonlijk, menselijk verhaal. Mensen geloven vandaag de dag minder in boodschappen van autoriteiten, de vroegere pastoor of de minister, of de leraar in school, die mening wordt minder makkelijk aanvaard. Mensen worden mondiger, maar ze staan wel heel erg open voor verhalen waar ze zichzelf in herkennen. Waar ze iemand in zien die op hen lijkt en waar ze een beetje hetzelfde gevoel kunnen opwekken. Dus die manier van aan PR doen, komen met menselijke verhalen, komen met verhalen van patiënten, met verhalen van verpleegsters, werkt uiteraard veel beter. En een mooi voorbeeldje in dat verband is het zorgbedrijf Sint-Truiden. Zorgbedrijf Sint-Truiden opende een tijdje geleden een woonzorgcentrum, Villa Rosa. En ja, in een normale perszetting gebeurt zoiets met een tafel achteraan in de zaal waar 3-4 directeurs aan zitten, die elk om beurt een woordje doen en uitleggen hoeveel het gebouw gekost heeft en hoeveel mensen er gaan werken. Enfin, we kennen het traditionele verhaal voor een stukje. Nu, Villa Rosa koos er eigenlijk voor om over een totaal andere boeg te gooien. En wat zij eigenlijk deden was, zij hebben een 4-5 inwoners van hun woonzorgcentrum gevraagd om het persmoment te organiseren en hun goede banen te leiden. En wat jullie hier zien is eigenlijk de persuitnodiging, handgeschreven door Rosa, Leon, Jean, Clementine en alle andere inwoners, die eigenlijk journalisten uitnodigden voor een rusthousewarming, zoals we toen genoemd hebben. Dus het was een heel leuke, prikkelende manier om interesse te wekken. Maar meer zelfs, ze hebben het persmoment zelf ook helemaal betrokken en begeleid. En zij waren eigenlijk degene die het verhaal van Villa Rosa verteld hebben aan journalisten. Twee, crisiscommunicatie. Jammer genoeg, zou ik bijna zeggen,
in deze gezondheidscrisis is crisiscommunicatie ook een trend geworden binnen de zorgsector. Nu, het woord crisis heeft eigenlijk in het Chinees dan twee tekens. Aan de ene kant betekent crisis in het Chinees gevaar, maar aan de andere kant betekent dat ook opportuniteit. En we zien eigenlijk dat die tweeledige betekenis van het woord heel erg terugkomt in de manier waarop zorgorganisaties omgegaan zijn met hun crisiscommunicatie. Aan de ene kant had je zorgorganisaties die heel krampachtig en verrast en ongeorganiseerd reageerden, met veel respect, want ik heb heel veel respect voor de manier waarop zij uiteraard ook heel veel zorgprioriteiten hadden. Maar daar merkte je dat die crisiscommunicatie iets was waar ze op dat moment eigenlijk geen tijd voor hadden en ook niet op voorbereid waren. Maar er waren zeker ook goede voorbeelden te vinden van andere zorgorganisaties die eigenlijk op een heel serene, authentieke, positieve manier communiceerden in die crisis en er op die manier eigenlijk in slaagden om hun merk, als ik het zo mag noemen, te versterken. En ik zou jullie graag een paar basistips willen geven rond crisiscommunicatie. Ik kan er ook een hele dag over praten in theorie, over hoe je zoiets aanpakt, maar dat is een beetje uitgebreid voor de setting waar we hierin zitten. Drie dingen zijn eigenlijk belangrijk in crisiscommunicatie. Eén daarin is: bepaal heel goed je kernboodschap en zorg ervoor dat die door iedereen wordt uitgedragen. Zowel door medewerkers, brief ze goed, zodat ze ook hetzelfde verhaal vertellen, als door iedereen die het woord voert naar de buitenwereld, naar de politiek, naar de media toe. Zorg ervoor dat er één heldere kernboodschap zit die iedereen navertelt, zodat er geen ruis op de lijn komt te zetten. Als we kijken naar het voorbeeld van onze eigen regeringen de jongste maanden, zijn er ook zowel goede als minder goede voorbeelden rond te vinden. Herinner u de ondertussen mythische PowerPoint? Was natuurlijk een voorbeeld van iets minder goede crisiscommunicatie. Daarvoor of daarna zijn er evengoed ook goede voorbeelden terug te vinden. Dus één duidelijke kernboodschap. Twee is: wees snel. Perscommunicatie en crisiscommunicatie in het bijzonder vergt snelheid. Binnen de 5-6 uur moet je eigenlijk je boodschap afgelijnd hebben en ook gecommuniceerd hebben. Als je dat niet doet, ga je achter de feiten aanlopen en gaat de crisis voor een stukje ontaarden en je boven het hoofd gooien. Dus wees daar voorbereid en georganiseerd op dat je heel snel kan anticiperen op dergelijke crisissen. En drie, en dat is misschien de meest belangrijke tip die ik wil meegeven, is: een boodschap is heel belangrijk, maar de manier waarop je een boodschap brengt, het non-verbale, de uitdrukkingen van een woordvoerder, zijn nog veel belangrijker. Dat zijn de dingen die een bepaalde indruk nalaten. Dus daarom is het heel belangrijk om een authentieke woordvoerder te hebben die zich heel empathisch opstelt en waar mensen zich ook heel duidelijk in herkennen. Het zal ervoor zorgen dat je boodschap veel beter overkomt en veel beter blijft hangen. Derde trend, Dr. Google. Iets waar jullie uiteraard regelmatig al over gehoord hebben. Als we naar de cijfers kijken, zien we eigenlijk dat 90% van de internetgebruikers wel eens iets googelt over gezondheid. Maar ook dat 1 op de 20 zoekopdrachten in Google over gezondheid gaan. Dus mensen zoeken heel veel informatie online. Maar wat blijkt ook, dat ongeveer de helft van die informatie ofwel verouderd is, ofwel gewoon foutief is. Dus er is een heel reëel maatschappelijk probleem rond het vinden van online gezondheidsinformatie. Ik ben ervan overtuigd dat naast de overheidssites die daar een bepaald aanbod in hebben, jullie ook als vertrouwde zorgorganisatie naar patiënten toe een rol kunnen spelen qua informatieverschaffing. Probeer heel goed bepaalde herkenbare symptomen, herkenbare ziektes, herkenbare situaties in het ziekenhuis. Probeer dat heel goed uit te leggen online. Probeer ervoor te zorgen dat mensen, wanneer ze zich begeven op Google, eigenlijk terechtkomen op jouw site of op jouw social media kanaal en op die manier heel relevante en betrouwbare informatie terugvinden. Eigenlijk is het verhaal heel simpel. Je hebt één kernboodschap en die ga je verspreiden via heel veel andere kanalen. Van gesproken woord tot lange blogs, tot korte beelden op social media,
probeer je blijde boodschap te verkondigen en probeer mensen correct te informeren. Er zit een beetje een maatschappelijke component aan, maar zeker ook iets waar jullie persoonlijk voordeel uit halen. Want als je dit goed doet en je geeft eigenlijk proactief antwoorden op vragen die mensen online zoeken, dan ga je ook mensen naar je website trekken, dan gaat die ranking in Google stijgen en ga je eigenlijk ook opnieuw aan merkbekendheid, aan naamsbekendheid winnen. Dus een stukje maatschappelijk voordeel, maar ook wel, moeten we daar ook eerlijk in zijn, ook voor jullie organisatie zelf heeft het onmiskenbaar voordeel. Social media kunnen uiteraard geen trendsessie geven, excuseer, zonder het te hebben over social media. We zien eigenlijk binnen de social media een duidelijke verschuiving, want het gebruik van social media is uiteraard geen trend, maar de manier waarop we het met z'n allen gebruiken, daar zitten wel duidelijke trendverschillen in. Dan zien we eigenlijk dat Facebook nog altijd met verre voorsprong het grootste kanaal is. Heel veel Belgen, met name 78%, zitten op Facebook. Wat we wel merken, is dat het vooral een kanaal van 40-plussers aan het worden is. De jeugd trekt weg en gaat zich begeven op andere kanalen waar vader en moeder niet meer mee gluren. Maar dat gegeven, samen met het feit dat adverteren op Facebook eigenlijk relatief goedkoop is, maakt dat in heel veel social media campagnes dat verreweg het efficiëntste sociale medium blijft. Wat zien we aan de andere kant, waar winnaars zijn, zijn verliezers. We zien dat vooral Twitter, met name in België, sterven na dood is. In Nederland nog iets populairder, dat steeds zeker ook. Maar in België veel minder. We zijn nu verworden tot een soort van moeras waar journalisten, ministers en mensen met een al dan niet interessante mening tegen elkaar proberen op te bieden qua scherpe opinies. Maar dat is een soort van niche medium geworden. Wat uiteraard wel opgang maakt, is Instagram. Instagram is een heel visueel medium, dus als je daar actief wordt, wees ook visueel, kom met mooie beelden. Maar ik kan me voorstellen, zeker vanuit employer branding oogpunt ook, naar een jongere of mediore doelgroep, dat je toch ook wel heel veel mensen kunt bereiken op een attractieve, leuke manier qua employer branding via Instagram. YouTube is een beetje onderbelicht social medium, maar toch 2 op de 3 Belgen maakt er gebruik van. Dus dat is eigenlijk iets wat heel erg populair is. Kijk naar jezelf, hoeveel keer kom je zelf al van die mogelijk op YouTube terecht. Zeker in de huidige beeldcultuur, een heel handig medium om eventuele video's, filmpjes die jullie maken binnen de zorg ook te gaan delen via een extra kanaal. En dan als laatste LinkedIn. LinkedIn is een beetje een miraculeuze verrijzenis geworden, waar Jezus tijdens Pasen jaloers op zou worden, denk ik. Was eigenlijk totaal doodgebloed. Was een soort van digitaal adresboek geworden, waar mensen af en toe eens van functie veranderden. Maar that's it. Wat we nu eigenlijk zien vandaag is dat de jongere generatie, die opgegroeid is met Facebook en andere social media kanalen, LinkedIn beginnen te gebruiken als Facebook. Ze gaan daar dingen op posten, ze gaan liken, ze gaan door de tijdlijn scrollen. En zo op die manier komt die tijdlijn eigenlijk op een miraculeuze manier tot leven en beleeft LinkedIn eigenlijk zijn tweede jeugd momenteel. In de zorg, een beetje nuanceren, ik denk op dit moment vooral belangrijk naar omkaderend personeel, minder naar het echte verzorgende personeel of echt de artsen. Maar alles wat daar rondhangt qua functies, denk ik dat ook wel ook ondertussen zeker de weg naar LinkedIn gevonden heeft. Ook opnieuw naar employer branding toe. Is heel interessant, omdat je natuurlijk kunt gaan targeten op functie en op die manier heel doelgroepgerichte boodschappen kunt brengen bij specifieke profielen. Nog enkele voorbeelden. Dit is het filmpje van Kiki. Ze is voor een operatie in het ziekenhuis. De dokter heeft je verteld dat je een operatie krijgt. Dat is een voorbeeld van een Nederlands ziekenhuis die op YouTube heel goed actief zijn. En eigenlijk aan de hand van een heel leuke, laagdrempelige video van een jong meisje vertellen hoe een opname in het ziekenhuis verloopt. Dus heel plezant om te kijken. Wordt ook heel veel bekeken, ik moet het maar eens opzoeken. En een heel mooie manier om gebruik te maken van YouTube. Een laatste social medium, en dan ga ik afronden, is TikTok. Ook een duidelijke trend, maar ook wel wat te nuanceren.
Op dit moment is TikTok een beetje een hype, vooral bij heel jonge mensen. Ik kan me voorstellen binnen een zorgomgeving dat het ook wel interessant kan zijn bij wat jonger, vooral vrouwelijk publiek, om daar ook op de radar te geraken, opnieuw vanuit employer branding oogpunt. Als dat je doelstelling is als zorgorganisatie, kun je er wel eens mee experimenteren. Maar voorlopig is nog wel afwachten of het het nieuwe Instagram gaat worden of het nieuwe Snapchat. En dus een beetje gaat doorvoeren. Open vraag, het antwoord zullen we binnen een paar jaar krijgen. Dit was dan echt het laatste podcast. Een dat heel erg snel opgang maakt. Vooral ook vanuit Amerika opnieuw naar Nederland en nu ook in België aan het arriveren is. Is heel leuk omdat je mensen eigenlijk op een moment kunt bereiken waarop ze op dit moment niet bereikbaar zijn. Wanneer ze met de auto rijden, wanneer ze aan het lopen zijn, wanneer ze de afwas doen zelfs, in mijn geval. Luisteren mensen naar podcasts en doen dat ook op een heel intense manier. Mensen luisteren echt, mensen absorberen informatie. En in die zin is een podcast een heel vernieuwend en zinvol medium. Opgenomen is een voorbeeld van Bethanië, een psychiatrisch ziekenhuis, dat eigenlijk een vijfdelige podcastreeks gemaakt heeft over hoe je de zorg kan verbeteren binnen een psychiatrisch ziekenhuis. Het leuke is dat het geproduceerd is door een muziek, of een geluidstechnicus beter gezegd, die zelf patiënt geweest is en dat Dieter Koppens ook als interviewer erin fungeert en op die manier het verhaal naar een hoger niveau deelt. Dus zeker eens het beluisteren waard en ook een inspirerend voorbeeld ook voor jullie. Goedemiddag. Bert heeft jullie verteld waar jullie kunnen communiceren. Dan is het nu een zaak van wat communiceer je en wanneer. En we gaan dat proberen te doen zoals het helpt om. Belangrijk is, vroeger communiceerden we eigenlijk wanneer het ons paste als bedrijf. Wanneer wij vonden dat we een communicatiecampagne moesten doen. Nu, vandaag, heel bedrijven roepen, we moeten klantgericht zijn. En ook onze communicatie moet klantgericht zijn. Daarom werken we in verschillende fases. En dat zijn de fases waar de klant, of in dit geval de patiënt, doorgaat. In de C-fase gaat de klant of de patiënt dingen ontdekken, producten, diensten, het merk. In de think-fase gaan we die overtuigen om voor het merk te kiezen, product. In de do-fase valt die beslissing en moeten we zorgen dat die beslissing zo goed mogelijk is en zo goed mogelijk ervaren wordt. En in de care-fase willen we dat die persoon nog meer gaat verkopen of kopen, maar vooral dat die reclame gaat maken voor ons merk en echt ambassadeur wordt. Nu vertaald in de wereld van het ziekenhuis, betekent dat eigenlijk deze klantreis. We beginnen in de keuzefase. Dus de patiënt weet, er moet iets gebeuren, maar waar ga ik dat laten doen? Waar ga ik de behandeling laten gebeuren? Dan gaat de patiënt zich informeren, gaat dus op jullie website komen kijken, gaat misschien eens langskomen voor een afspraak, gaat hier en daar eens gaan rondhoren wie al iets gelijkaardig heeft gedaan. En neemt een beslissing. En dan is er een periode voor de opname, dus tussen de beslissing en de effectieve behandeling. Daar wil hij vooral ook informatie toespitsen op zichzelf, wat staat er mee te gebeuren. En hoe beter we die persoon kunnen voorbereiden op een behandeling, hoe beter het gevoel gaat zijn achteraf. En dan is het de opname zelf. Dit is eigenlijk de fase waar momenteel iedereen wel op focust. Dit moet sowieso zo goed mogelijk, want dat is de echte klantenbeleving. De herstelfase, ook na, als mensen het ziekenhuis verlaten of jullie praktijk of de behandeling hebben ervaren. In die fase, wanneer ze herstellen, moet ook de communicatie aanwezig zijn. En tot slot is het hopelijk de vitaliteitsfase, waarin de behandeling eigenlijk erop zit. En dan een beetje te koppelen aan de carefase van daarnet, willen we dat die persoon zo tevreden mogelijk over zijn ervaring met ons ziekenhuis of onze zorginstelling kan praten. Nu, ik zeg, je moet eigenlijk in die 6 fases excelleren. Dus zoals ik net al zei, de opnamefase is hetgeen waar de meeste mensen mee bezig zijn, maar ook die andere fases zijn belangrijk. Daarom, als je met de communicatieafdeling samen zit, neem eens een blad papier, zet daar de 6 verschillende fases op en bedenk, wat kunnen we doen om in die fase een nog beter gevoel te geven. En hoe wij het liefst doen, is om toch gewoon aan de klanten, of in dit geval patiënten, te gaan vragen. Hoe kunnen we in die fase u nog beter informeren? Of waar heb je nog meer nodig om een goed gevoel te hebben?
Tot daar eigenlijk de perfecte communicatie. Nu, de grootste uitdaging voor de zorg ligt natuurlijk in de goede mensen vinden. Ook zonder die goede mensen zou het voorgaande allemaal niet kunnen waar zijn. En de grote tip in employer branding is creativiteit. Zowel in je employer brand neerzetten als in je recrutering, als ook in het engageren van je huidige medewerkers. Een voorbeeld van een ijzersterke employer branding, of een campagne daar rond alszins, zijn de Oostenders, of Eastenders. Misschien jullie wel bekend, is een campagne geweest van het AZ Damiaan. En zij ondervonden eigenlijk dat mensen heel graag naar ziekenhuisseries kijken, like Grey's Anatomy, maar het werken in een ziekenhuis toch niet zo aantrekkelijk genoeg vonden om te solliciteren. Dus wat hebben zij gedaan? Ze hebben hun eigen medewerkers, hun eigen setting gebruikt in een soap van 5 afleveringen, waarin dat eigenlijk het leven zoals het is, werken in een ziekenhuis, een beetje met wat drama erbij tot soap werd omgevormd. Het werd superveel bekeken door mensen, dus het bereik was enorm, waardoor dat ook weer wat meer mensen gingen solliciteren. Maar een tweede grote voordeel was dat de mensen die in die serie of soap meespeelden, echt ambassadeurs werden van hun merk. Zij waren enorm trots om te werken in het ziekenhuis. En dat is opnieuw weer een manier om extra mensen of extra sollicitanten te gaan terugkrijgen. Recruteren dan. Natuurlijk ook hier creatief zijn, maar ook actief zijn op de juiste kanalen. Ik veronderstel dat jullie wel vacatures weten te plaatsen en zo. Vergeet daarbij vooral niet de online kanalen. Like Indeed is een kanaal waar steeds meer mensen op gaan zoeken, waar je ook op kunt adverteren. En dan, nog maar pas gelanceerd, is een Google for Jobs. Google zag dat heel veel mensen in het zoekvenstertje van Google ingaven vacatureverpleegster. En dan verwezen zij eigenlijk door naar andere jobsites. Dus zegt Google, misschien moeten we dat gewoon op Google zelf doen. En dan is Google for Jobs gelanceerd. Zij halen eigenlijk alle vacatures van verschillende websites. Op voorwaarde dat de vacature juist staat op je website. Dus voor degenen die aan het noteren zijn, even noteren dat je moet checken met de websitebeheerder of dat jullie vacatures Google for Job proof zijn en of die dus verschijnen in het overzicht. Want dan moet je de rest niks extra voor doen. Nu, goed, dat zijn de technische dingen. Je moet ook gewoon creatief zijn, zoals ik al daarnet zei. Want sollicitanten solliciteren niet meer enkel bij de bedrijven, maar bedrijven of organisaties solliciteren ook bij de sollicitanten. En zeker in de zorgsector, waar dat aantal mensen dat solliciteert beperkt is. Je kunt dat doen door heel creatief te zijn in de vorm van je advertentie of middel zelfs. Dit is een voorbeeld van het Centruno ziekenhuis. Zij hebben een infuuszakje gebruikt op een beurs, waar sowieso al de aandacht trekt als je op een beursstand met infuuszakjes staat. Maar ook op de achterkant zijn het de medewerkers zelf die hun toekomstige collega's overtuigen om hen te komen helpen. Een ander creatief voorbeeld is van Inzet. Zij hebben een vriendinnendag georganiseerd, waarbij de huidige medewerkers hun vriendinnen, vrienden, familie konden uitnodigen om kennis te maken met Inzet als werkgever. Dus tijdens die namiddag was er een workshop. In dit geval was dat totebags maken of zoiets. Er werd ook kort verteld wat Inzet doet. En er was ook direct de mogelijkheid om een heel casual sollicitatiegesprek te voeren. Voor hen heel nuttig geweest. Veel mensen uitgehaald. En eigenlijk qua kost was dat ook wel zeer beperkt. Bovendien opnieuw. De medewerkers voelden zich betrokken in het proces en gingen extra hun best doen om andere mensen aan te brengen. Tot slot de kracht van video. Het is al aan bod gekomen met Patricia en Bert, maar beelden geven natuurlijk altijd een beter beeld. En dat is wat je wilt als je ergens gaat solliciteren of overweegt ergens te solliciteren. Wilt je weten hoe het gaat zijn om daar te werken. En niks zo goed als video om dat te vertellen. Hier is een voorbeeldje van een persoon die gewoon vertelt hoe het te werken is daar. Maar het kan natuurlijk ook dat je echt een inkijk geeft. En dat kan dan bijvoorbeeld het voorbeeldje van het ziekenhuis in Oostende daar straks. Dat is al heel geregisseerd en daar zit een verhaal achter. Maar je kunt ook gewoon beelden van achter de schermen tonen waar de collega's misschien iets vertellen of waar je ze gewoon aan het werk ziet.
Tot slot, zoals ik ook al zei, de medewerkers zijn uw beste ambassadeurs. Het is heel belangrijk dat uw medewerkers uw boodschap uitdragen. Edelman heeft daar een heel onderzoek achter gedaan en kwam tot de conclusie dat zowel potentiële medewerkers, dus sollicitanten, als eigenlijk ook patiënten en klanten, het meest geloof hebben in uw medewerkers. Met andere woorden, als een medewerker iets zegt en een CEO zegt iets, of een directeur, geloven ze eerder de medewerker dan de directeur. Dus dat is toch wel een belangrijke om mee te nemen, dat uw medewerkers dan de juiste boodschap verspreiden. Een concreet voorbeeld daarvan, Glassdoor is zo'n beetje het recensieplatform van de werkgevers. Je moet straks maar eens jezelf googlen in Glassdoor en kijken waar je bedrijf staat. En dan krijg je eigenlijk een rating, gegeven door je eigen medewerkers, hoe goed het is om met u te werken. Dan gaat het over cultuur en waarde, werk-privébalans, zelfs over lonen. Dus je krijgt wat grafieken, maar je krijgt ook effectief recensies van mensen. Hier zegt iemand die werkt bij het Wit-Gele Kruis, dat een afwisselende job is, fijne sfeer, maar soms wel verre verplaatsingen. We hebben dat eens verteld in de hogeschool en toen kwamen we erachter dat jongeren dit enorm vaak gebruiken. Dus aangezien zij de sollicitanten van de toekomst zijn, is het wel heel belangrijk dat je een goede reputatie hebt op Glassdoor. Ook op Facebook natuurlijk en andere dingen die er ingezet worden om recensies te maken. Verder op medewerkers dan. Hoe zorg je dat die tevreden zijn? Hoe zorg je dat die interne communicatie top is? Enerzijds door de kanalen aan te bieden. Maak een groep in WhatsApp. Zijn jullie wat groter, dan bestaat er ook WhatsApp for Business. Dan kun je een eenrichtingsverkeer invoeren, waarbij je als hoofdcommunicatie of directeur berichten stuurt naar de medewerkers, maar dat je niet alle babyverhalen en zo daar tussendoor krijgt. Ander kanaal is ook Facebook. Je kunt gesloten groepen maken op Facebook waar enkel uw medewerkers in kunnen zitten. Het voordeel is hier dat uw medewerkers waarschijnlijk sowieso op Facebook zitten. Dus ze moeten geen extra kanaal gaan downloaden of een extra app op hun gsm gaan zetten. Dus in die zin is Facebook wel heel goed. Uiteraard, het blijft Facebook. Dus ergens in Amerika zal er wel iemand toegang hebben tot uw groep. Kanaal speciaal gemaakt voor interne communicatie. Er zijn er verschillende. Ik heb hier nu HypeTribe. Dus dat is dan echt een app die de mensen downloaden op hun gsm. En dit gaat dan puur over uw bedrijf. Dus je kunt daar berichten in gaan pushen. Je kunt onderling conversaties maken. Er kunnen groepjes gemaakt worden per team. Je kunt het ook gratis testen voor degenen die zich afvragen of het iets goed zou zijn voor hun bedrijf. Zo, dat is eigenlijk het technische. En dan gaat het toch erover welk verhaal wil je vertellen. Dat ga ik vertellen aan de hand van een voorbeeld. En dat gaat over het Sint-Truno ziekenhuis in Sint-Truiden. Sint-Truno ziekenhuis had een missie bedacht, top-down. Dus de directeurs hadden de missie bedacht. En ze wouden natuurlijk dat iedereen volgens die missie ging handelen en de missie ging kennen. Dat was natuurlijk ook een belangrijk ding. Wat hebben we gedaan? We hebben eigenlijk heel die missie, het boek waar Patricia daar straks over had, samengevat in 8 woorden. En die vormen samen het kloppend hart van het Sint-Truno ziekenhuis. Dus dat gaan we samen beleven, inspireren, vertrouwen. En dan hebben we een communicatieplan gemaakt, een intern communicatieplan. Tegenwoordig minstens even belangrijk als een extern communicatieplan. Waarbij om de maand een ander thema aan bod kwam. En dat we dan gezorgd dat het tot leven kwam. Enerzijds gingen we dat visualiseren, anderzijds gingen we activiteiten daar rond organiseren. En ook gadgets uitdelen in het kader van dat thema. Bijvoorbeeld samen VUP. Toen kreeg iedereen zo'n patch. Samen schitteren in zorg. Waar dus iedereen trots mee rondliep. Ze werden verwelkomd op de rode loper, waar opnieuw de verschillende waarden terugkwamen, zodat die ingeprent zat in het hoofd. Ze konden ook op de foto met de kroon, ze werden effectief de kroon opgezet om te tonen hoe VIP ze zijn. Dit zijn natuurlijk de creatieve, leuke dingen. Daarnaast werd er ook gebrainstormd per team. Hoe kunnen wij zorgen dat medewerkers zich VIP voelen, maar ook klanten natuurlijk. Dus die missie werd ook effectief concreet gemaakt door de medewerkers zelf. Hier een voorbeeld van een filmpje waarin Danny, in dit geval de directeur patiëntenzorg, vertelt hoe zij weer voor dat VIP-gevoel zorgen. Dus ook hier de verhalen van de medewerkers zelf. En dit is eigenlijk het filmpje wat Patricia straks getoond heeft, maar dan in postervorm. Dat was de deurposter.
het ziekenhuis is natuurlijk heel veel beperkt met wat je overal mocht opplakken. Dit was iets wat op bepaalde plaatsen mocht. En dan kreeg je een mooi overzicht van de waarde, de missie en de structuur die ook toen nog nieuw was en moest ingebed worden. Zo, Patricia gaat nu nog de webinar afsluiten met een ander voorbeeldje van interne communicatie. Ja, en dat noemt van lockdown naar uplift. Het zorgbedrijf in Sint-Truiden was genomineerd voor het Hajar Voka Award. Zij zijn dan naar ons gekomen en hebben gevraagd hoe kunnen we dat nu mooi in beeld brengen. Want ja, we hebben zo chique dingen gerealiseerd. En vooral hadden zij natuurlijk een heel mooi verhaal tijdens de COVID-periode. Want toen hebben ze eigenlijk heel veel waarde tot leven kunnen brengen. Zij zijn hun mensen ook zonnezorgers gaan noemen. 380 fantastische zonnezorgers. Het zijn ja, mensen die de zon brengen naar hun cliënten of bewoners van de woonzorgcentra. Maar ook naar de kinderen van hun kinderzorgcentra. Of mensen aan huis. Dus we hebben eigenlijk ook een naam gecreëerd voor de fantastische medewerkers. En het kan ook dienen, wil jij ook zonnezorger worden in de toekomst? Maar hun waarde kijken, kunnen, durven doen, hebben we eigenlijk ook gevisualiseerd. En dan hebben we eigenlijk aan de hand van die waarde, hebben we eigenlijk getuigenissen gezocht van de mensen die waarde eigenlijk tot leven gebracht hebben. Hier was dat nu heel vaak in de COVID-periode. Christa, ik was juist. Christa is de medewerker die zowel de medewerkerscoach als eigenlijk met de mensen gaat praten of ze hun goed voelen. Dus om mensen te laten groeien en om te luisteren naar mensen. En hier hebben we dan een getuigenis in het filmpje. Ik ga dus te lang om het allemaal te laten horen. Hier zijn dan de mensen van de thuiszorg. Een tweeling die eigenlijk ook in die periode veel meer kon betekenen voor de mensen thuis. Zij zijn blijven werken en daar zijn ze trots op. Dus zo hebben ze eigenlijk de waarde durven tot hun recht kunnen laten komen. Hier ook een heel creatieve ingeving. Ze hebben eigenlijk maaltijden ook aangeboden aan hun eigen mensen, omdat die dus zo druk hadden en zo hard moesten werken in die periode, mochten ook zij afhaalmaaltijden meebrengen. Ook weer een voorbeeld hoe ze hun waarde tot leven hebben gebracht. En dan nog een laatste voorbeeld, wat ik straks eigenlijk al aanhaalde. Kinderverzorgsters die eigenlijk als oudere verzorgster gingen werken. Dus eigenlijk in die COVID-periode zijn alle waarden zo mooi tot leven gekomen. En dat zijn ook de dingen die ze gedeeld hebben toen tijdens hun award, wat ze gewonnen hebben. Dus getuigenissen, je kan veel vertellen als zorgbedrijf, maar de getuigenissen van die mensen hebben eigenlijk aan de jury aangetoond hoe ze hun waarde echt tot leven gebracht hebben. Dus dat geeft een veel emotioneler beeld, maar ook een veel realistischer beeld dan dat je eigenlijk die waarde gewoon gaat tonen. Dus een mooi voorbeeld van lockdown naar uplift in tijden van corona. Zo, hier gaan we mee afsluiten. Het was een warm verhaal. En wij willen u ook nog een fijne dag wensen. En ik ga Bert en Aline er even bijroepen. Want er zijn misschien ook nog vragen van jullie. Wij gaan ons ook COVID-proof maken. Voilà. Ja, misschien leuk dat iedereen even om beurt heel kort meegeeft wat hem het meest is bijgebleven en welke vragen er eventueel nog te stellen zijn. Zullen we misschien beginnen bij Kathleen? Ja, horen jullie mij? Ja, oké. Ik vond het heel interessant. Ja, is veel mij bijgebleven. Wat ik op het einde heel leuk vond, in verband met die employer branding enzovoort, was zo'n rode loper en dergelijke. Dat zou ook wel leuk zijn als wij een welkomdag doen voor nieuwe medewerkers. Dat we ook met de waarden en zo dat erop tonen. Dat lijkt mij een heel leuk idee. En er kwamen al andere ideeën bij mij naar boven. Dus dat was wel heel interessant.
een vraag of dergelijke heb ik niet direct eigenlijk. Oké. Peter? Ja, horen jullie mij? Ja. Ja, goed zo. Allereerst dank jullie wel voor dit webinar. Ik vond het leuk om te zien hoe jullie dat doen. En ook hoe je van tevoren mail krijgt en hoe dat gewoon gaat. Daar kunnen we zeker van leren. Dank daarvoor. Ik vond het heel leuk om te zien hoe je ook inderdaad met typografie en letters en vormen kunt spelen. Dat was inspirerend voor mij. En ook het gebruik van animatiefilms en video's. Dat is toch wel heel krachtig. Specifieke vragen heb ik ook niet. Behalve misschien rondom gebruik van social media kanalen. Ik zag Facebook, daar werd al even over genoemd, 44% of zo. Hè, en heel veel oudere mensen. Wij vroegen ons wel af, we hadden daar recentelijk intern een discussie over. Als mensen op Facebook zitten, willen ze dan überhaupt wel geconfronteerd worden met informatie die wij relevant vinden als bedrijf? Met andere woorden, is dat niet veel meer geschikt voor feestjes, kleinkinderen, foto's, dat soort dingetjes? Dus ik vroeg me af, past dat? Hè? En wij hebben daar allemaal gut feel van, ja, Facebook, dat moet je niet doen. Maar ik zie toch dat toch al grote aantallen zijn en jullie benoemen het. Dus ik was gewoon nieuwsgierig hoe jullie daar tegenaan kijken. De mengeling van meer zakelijke communicatie, ook voor zorgen, in relatie tot alle privé-stuff die dan op Facebook plaatsvindt. Kun je daar wat over zeggen? Ja, misschien kunnen we naar dat voorbeeld van infralinie, vet en gezondheidscentra ook verwijzen, Aline. Aline is meer online specialist dan ik, maar dat lijkt me wel een mooi voorbeeld om hier aan te halen in verband met slecht slapen. Ik denk dat je vooral eerst moet zoeken van wie is mijn doelgroep, en dan wat interesseert die doelgroep. En dan denk ik dat het niet zo heel veel uitmaakt dat dat tussen de baby's komt en de feestjes en zo. Daar zijn de mensen ondertussen wel aan gewoon. Maar het moet wel een boodschap zijn natuurlijk die de mensen interesseert. Inderdaad, het voorbeeld van infralinie, fit en gezondheidscentrum. Dat is niet direct iets waar je constant mee geconfronteerd wilt worden, dat je moet afvallen en gezonder leven. Maar toch zien we hebben daar een white paper gedaan, een soort van infobrochure die je kon downloaden, met bijvoorbeeld tips voor meer vitamine C binnen te krijgen of voor weer te bewegen. En dan zagen we dat er van heel veel mensen dat downloaden. Dus eigenlijk is dat een beetje het bewijs dat mensen toch ook die minder leuke boodschappen, serieuzere dingen, ook perfect op Facebook tot zich nemen. En we zien eigenlijk als B2B. Ja, en misschien ter aanvulling daarop. We ook wel zien is dat social media evolueren van een medium waar je inderdaad foto's van je baby en van je hond opzet, naar meer en meer ook een nieuwsmedium. Hè? Enfin, hoeveel keer klik je op een artikel van een krant of van een magazine als je op social media zit? Dus dat is een richting die social media ook heel bewust inslaan om eigenlijk meer een soort van nieuwsmedium te worden. Ze maken zelfs deals met grote nieuwsmerken om content via hun kanalen te gaan verspreiden. Dus als je erin slaagt, een beetje zoals Aline zegt, om ja, nieuwswaardig over te komen, dan gaan mensen daar absoluut geen probleem mee hebben. Helder. Dank jullie wel voor de toelichting. Ik zie dat Doreen, haar verbinding was gebroken en Eline stuurt ons een berichtje dat ze naar een volgende meeting moet. Dus dan zijn we bij deze door onze vragen rond. Ja. Dank jullie wel. Jullie bedankt. Jullie bedankt. En jullie ontvangen nog de opnames via mail ook nog achteraf. Dus, super. Dankjewel. Fijne dag. Fijne namiddag.